Het is nog een beetje fris, maar de bruggen draaien weer en de eerste watersportliefhebbers gaan alweer het water op. Ik denk dat er weinig gebieden zijn waar het zo goed is vertoeven is als hier. Al liggen de meeste boten nog wel veilig in de haven. Het vaarseizoen 2015 komt langzaam maar zeker weer op gang. Het is zo vanzelfsprekend, die bootjes op de Overijsselse wateren. Toch doen de watersporters in de politiek totaal niet mee. Ik denk dat de politiek zich onvoldoende realiseert hoe belangrijk watersport is. Als samenbindende factor, maar ook economisch gezien. In de watersport gaat ruim 4,5 miljard jaarlijks om. Dat is een heleboel geld. Dat is meer geld dan in voetbal. De Kop van Overijssel is een van de grotere watersportgebieden van Nederland. En dit water, het kanaal Beukersteenwijk, is zelfs de drukste route voor watertoeristen in het land. 80.000 schepen per jaar varen hier heen en weer tussen Holland en Friesland. Dus dat betekent nogal wat. Al die bootjes zorgen voor veel werkgelegenheid. Denk alleen al aan de jachthavens, de reparateurs, scheepswerven, winkels voor scheepsbenodigdheden. Maar ook de bedrijven die de havens aanleggen, lichtplaatsen onderhouden, beschoeiingen plaatsen. En dan zijn er natuurlijk ook nog de brugwachters. Toch doet de sector politiek niet of nauwelijks mee. En dat is jammer, want daardoor gaat er ook wel eens wat mis. In de stad hebben we graag dat de stoplichten op elkaar afgestemd worden. Ja? Als je hier gaat varen, is het heel prettig dat de openingstijden, de bedieningstijden van bruggen en van sluizen op elkaar afgestemd worden. En daar is soms niet genoeg aandacht voor. Watersport. Het gaat van groot tot klein, van nieuw tot oud en van duur tot bijna gratis. Samen zouden ze een sterke vuist kunnen maken naar de politiek toe. Maar wat de meeste watersporters met elkaar gemeen hebben, klagen doen ze niet zo snel. Misschien moeten we meer klagen. Ja, ik hou daar niet zo van. Een watersporter houdt daar niet van. Zodra je op het water bent, dan moet je jezelf kunnen redden. We gaan niet zitten piepen en miepen. Dat kan niet. De brief aan de politiek is dan ook geen klaagzang van de watersporters, maar wel een roep om wat extra aandacht. En dan het liefst structureel. Bijvoorbeeld door een speciale ambtenaar ervoor aan te stellen. En dan kan de sector nog jaren mee. Vergeet ons niet. Ga samen met ons aan de slag om het zo optimaal mogelijk te maken. En dan ben ik ervan overtuigd dat gezien de kwaliteit en de interesses van ambtenaren en van de vrijwilligers, dat we er iets heel moois van kunnen maken.